We weten dat jij heel veel vrienden hebt in de showbusiness. En daarom hebben wij een van die vrienden uitgenodigd. En tevens ook een jong talent. De winnaar van de Sound Mix Show. Hier is Johnny Lin. Johnny, het Vlaamse lied zit duidelijk in de lift. Maar is het nu niet moeilijk voor een jonge zanger zoals jij om aan de top te geraken, nu er bij manier van spreken meer Vlaamse zangers zijn dan warme bakkers? Ja, ja. Het is zeer moeilijk. Zeker nu, de zangers komen als paddenstoelen uit de grond natuurlijk. En het is zeer moeilijk om ertussenin te geraken. Top 10 zeker. Maar we houden vol, iedereen gelooft erin. Ik heb een goede platenfirma. De mensen rondom mij feliciteren altijd mij met je hebt goede nummers. Je hebt goede nummers, je maakt het goed, ik doe zo verder. En iedereen gelooft erin en ik blijf er ook sterk in geloven. En ja, we vechten verder. Lucien die heeft nu een paar jonge talenten die hij managt.
Heb jij ook al na die avonturen in de Soundmix Show te maken gehad met die bewuste managers? Ja, ik denk het wel. Wanneer je dus een Soundmix Show achter de rug hebt, komen er verschillende mensen op je af die je feliciteren, die een beetje in de belangstelling willen komen, omdat er een bepaalde weg uitgestippeld is. Een carrière begint eigenlijk voor een mens die uit de Soundmix komt. Maar dan stelt je de vraag, wie ga ik nemen, wie vertrouw ik, wie is goed, wie is slecht? Dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Slechte ervaring, want ik kan mij zo voorstellen. Tenminste, wat ik hoor, dat er managers zijn die een behoorlijk slechte reputatie hebben. Wel nee, ik heb geen slechte ervaring, maar ben nu op een ouderdom gekomen dat je een beetje alles relativeert. En, ja? Nu al? Ik denk het wel, ja. En dat je al kunt zeggen, oké, we gaan even checken of hij goed is of slecht of zo, want ik zet me 100% in voor mijn carrière en ik wil dat iemand anders dat ook doet. Lucien, jij als manager, heb je al moeilijkheden gehad met artiesten? Want altijd alles wordt op de rug van de manager geschoven natuurlijk. Ja, dat is makkelijk, hè? Het is natuurlijk gemakkelijk, maar ik vind dat dat zo moet zijn. Ik vind, als je management doet voor de jongens, dan moeten zij ook niks doen dan zingen. Dan moet alles, de manager moet alles oplossen, vind ik. En dat is dan ook, ik vind van mezelf ook, als je dat kunt, de problemen oplossen voor de jongens, dan zijt je een goeie. Ja. Ja. Johnny, jij hebt een jaar loopbaanonderbreking genomen. Dat klopt, ja. Ik wil mij 100% inzetten voor mijn zangcarrière. Vind je geen risico? Risico's, het zijn altijd risico's. Wie geen risico durft nemen, zal het nooit winnen natuurlijk. En, we nemen een risico, ja, inderdaad. Ik wens het jou niet toe natuurlijk, hè, maar stel nou dat het niet lukt. Ontgoocheld? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Als het niet lukt, ik heb daar nog niet aan gedacht. Als het niet lukt, dan moest ik het nu al ondervinden, denk ik. Moest het niet lukken. Hoe lang ben je nou bezig? Met zingen bedoel je? Ja. De Soundmix Show niet meegerekend, ben ik toch al een jaartje of 3-4 bezig hoor. Ja. Ik wens jou alle succes. Ik hoop voor jou dat het lukt. Ik hoop het ook. En hier staat Inge te wachten met bloemen. Oh, heel goed. Ja? Johnny Lindam, dames en heren.